Welkom bij Museum Prinsenhof Delft. Ik ben Suzanne Kluver, conservator en gespecialiseerd in Chinees porselein en Delfts aardewerk. Vandaag gaan we zelf porselein beschilderen en ik neem jullie mee voor een kijkje achter de schermen in het museum. Wat kun je allemaal vinden in het doe-het-zelf pakket? Zoals je kunt zien, twee borden, twee tegels, een schilderspalet, verf en penselen. Heel belangrijk is het carbonpapier om de voorbeelden mee over te trekken. En als extra, om het echt Chinees te maken, een stokje wierook en twee gelukskoekjes. Wat moet je klaarzetten om deze workshop te doen? Uiteraard een bakje water om je penselen in te wassen. Glasreiniger om de keramiek schoon te maken en vetvrij. Schilderstaap om de schablonen op vast te maken, een pen om ze over te trekken. En heel handig zijn keukenpapier, een schaar en wattenstaafjes. Nou, we gaan beginnen. Ik heb alles klaargezet. En ik begin dan met het schabloon kiezen. Er zijn een aantal borden geselecteerd uit onze collectie die je kunt natekenen. Ik heb dit bord gekozen omdat er heel veel bloemen op staan. We noemen dit ook wel een millefleurbord. 1000 bloemen betekent dat. Dit exemplaar is afkomstig uit de 19e eeuw. Je kunt natuurlijk ook naast de schablonen een eigen ontwerp kiezen. Ik doe dat ook heel graag, zoals je hier misschien wel ziet. Wat makkelijk is, is om uit te knippen wat je echt wil gaan naschilderen op het bord. Ik kies nu voor de middelste bloem, omdat daar gewoon een heel mooi blaadje aan zit en hij is lekker groot. Allereerst gaan we het object dat je wil beschilderen vetvrij maken. Dat doe je bijvoorbeeld met glasreiniger. Dat is heel belangrijk, omdat je dadelijk de tekening gaat overtrekken met carbonpapier. Maar dat is ook belangrijk voor de verf, anders blijft hij niet goed zitten na het bakken. Hier is mijn uitgeknipte bloem. En hier zit het uitgeknipte stukje carbonpapier. Het is heel belangrijk dat je het glimmende zwarte deel onder doet. Dus dat komt direct op je bord. Het allerhandigste is om het daarna samen vast te zetten met schilderstape. Dan begin ik de tekening die ik wil naschilderen zometeen over te trekken met pen. Wat ik altijd doe is dat ik begin bij het middelste blaadje. Als je klaar bent, kun je het plakband heel langzaam loshalen en dan zie je vanzelf de tekening verschijnen. In China gebruiken ze meestal kwasten van bamboe. Maar voor het porselein schilderen heb je natuurlijk een heel fijn penseel nodig, want je moet hele dunne lijntjes kunnen zetten. In het pakket zitten ook twee penselen. Een gewoon penseel en dit penseel, daar zit een heel dun puntje aan. Maar dat gaan we zelf knippen. Ik ga jullie uitleggen hoe. Voor het knippen van een speciaal puntje aan je kwast ga je ongeveer 3/4 bovenaan beginnen. En dan draai je heel langzaam je kwast een beetje rond. Gewoon aan het randje heel zachtjes blijven knippen. En dan krijg je vanzelf het dunne puntje wat je zoekt. We zijn er nu echt helemaal klaar voor. Mijn kwasten liggen klaar, ik heb een bakje water, verf. Dus we doen als eerste een beetje verf op het palet. En verdun die verf alvast met een beetje water. Dat is heel belangrijk, want deze verf kun je niet echt puur goed gebruiken op je keramiek. Om te oefenen hebben we ook een tegel. Dat is misschien wel eventjes handig. Om te kijken of je verf de juiste dikte heeft. Maar ook om even te voelen hoe dat nou precies werkt. Als je genoeg hebt geoefend, dan kun je beginnen met het object beschilderen. Beetje spannend. Maar als je een foutje maakt, is dat niet zo heel erg. Want je kunt zo'n foutje herstellen. Die verf kun je makkelijk verwijderen met gewoon een doekje. Of misschien een wattenstaafje met een beetje glasreiniger. En dan kun je je fout herstellen. En dan kun je daar weer overheen schilderen. Als je het nou heel moeilijk vindt, dan is dat helemaal niet zo gek. Mensen moeten jarenlang studeren om porselein goed te kunnen beschilderen. In de porseleinstad Jingdezhen zijn er ook allerlei scholen en universiteiten waar je dat kunt leren. En het is heel leuk. Ik ben een aantal keer in die stad geweest. En op een rommelmarkt heb ik een boekje gekocht met allemaal voorbeelden hoe je zo'n porseleinschildering moet maken. Want soms heb je gewoon een beetje inspiratie nodig. Dit is toevallig het boekje waarin staat hoe je bergen moet schilderen of golven. Dus deze voorbeelden gebruik ik soms zelf ook om iets te tekenen. Ik ben klaar. Dus het is tijd om af te bakken in de oven. Je moet je object op 150 graden 45 minuten in de oven doen. Zo, ik zet hem in de oven.
En dan is het een kwestie van wachten, dus dat geeft ons mooi de tijd om even in het museum te kijken. De Delftse plateelbakkers konden het Chinees porselein fantastisch namaken. Dit is een fopkan. Met een fopkan werden drankspelletjes gespeeld. Je moest uit het goede tuitje drinken, anders kreeg je alle wijn over je heen. Dit is Delfts aardewerk, maar zoals je ziet is die ook weer gedecoreerd op Chinese wijze. Uit welk tuitje je moet drinken, dat hou ik even geheim. Zo, ik ben klaar. En dan is dit het resultaat. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie hebben gemaakt. Dus stuur je foto in naar dit mailadres en win een hele mooie prijs uit onze museumwinkel.